Wie straks in maart naar de Autosalon van Genève gaat, die kan daar de nieuwe A-klasse van dichtbij bekijken. Wij kunnen dat nu al, samen met de voltallige wereldpers. En daar hoeven we niet eens de wereld voor over te vliegen, want hij staat hier gewoon achter mij, in Amsterdam. Nou, eerlijk is eerlijk, we weten natuurlijk al lang hoe de nieuwe A-klasse eruit zou komen te zien. De auto dook een keer op met een strak oranje stickervelletje en Mercedes heeft ook zelf behoorlijk wat teaservideo's en plaagplaatjes de wereld ingestuurd. Eens te meer is duidelijk dat Mercedes voorbeduurt op het design van de vorige A-klasse. En ja, waarom zouden ze dat ook niet doen? Want dat model heeft opeens een hele grote groep jongere kopers aangesproken en ja, dat succes dat willen ze natuurlijk voortzetten. Toch is echt alles anders als je goed kijkt en dat zie je al aan de achterkant. Bijvoorbeeld die lichtunits. Die bestaan niet meer uit één geheel dat los van de klep zit. Dat zit nu ook in de klep. En dat betekent dat de toegang tot de bagageruimte fors is verbeterd. Dus je kan er beter in, de toegang is breder. Natuurlijk zie je niet alleen aan de achterkant dat de auto helemaal nieuw is. Ook de voorkant is overgroot met Mercedes' nieuwe designtaal. Eerder zagen we die al op de CLS-klasse. En hier zie je dus die plattere kijkers, lagere neus. Het geheel oogt wat agressiever. En dat betekent dat het ronde, het wat vriendelijke van zijn voorganger toch echt eraf is. Deze nieuwe vierde generatie A-klasse die staat op een grondig doorontwikkeld platform. Dat platform van zijn voorganger, dat heette de MFA-basis. De wielbasis die is toegenomen met zo'n 3 centimeter, dus je krijgt er van binnen her en der een paar centimetertjes bij. Het grootste verschil dat zit toch echt achterin. Nou, zoals gezegd is deze auto heel belangrijk voor Mercedes-Benz, want ze spreken er een jongere groep kopers mee aan. En dat betekent dat vooral technologie en infotainment is ontzettend belangrijk in deze auto. Mercedes die zet daar vol op in. Duurdere versies die krijgen deze twee 10,3 inch grote schermen mee. Dat oogt natuurlijk indrukwekkend, maar we kennen het eigenlijk al van de E en de S-klasse. Interessanter is de techniek die erachter zit, want dat heet het MBUX infotainment systeem, of de platform. En dat is een basis waarbij kunstmatige intelligentie, dus AI, is ontzettend belangrijk. Je kan er gewoon tegen praten, wat je dus eigenlijk kunt vergelijken met Siri op iPhones. Hey Mercedes. Yes, please. Change the ambient light color to red. Okay, I'm changing the color. En de auto leert ook van je. Dus als jij elke maandagochtend naar je werk rijdt, dan hoef je dat niet meer in te stellen. Als jij instapt, dan weet die auto, jij gaat naar je werk toe. Dus hij zet de navigatie er al in. Ja, het is allemaal veel geavanceerder dan voorheen. Please speak now. I am cold. The temperature is set to 23 degrees. Nou, Mercedes-Benz kiest er bewust voor om die nieuwe technologie te introduceren op de A-klasse. Want ja, dat is dus zoals gezegd de auto voor de jongere kopersgroep en dat geeft aan hoe belangrijk het is. Dat betekent niet dat het alleen maar in de A-klasse zit, want straks, binnen een paar jaar, moet het ook over het gehele Mercedes-gamma beschikbaar zijn op duurdere uitvoeringen. Bij een nieuw platform horen natuurlijk nieuwe motoren en op de benzinelijst komen we dan ook een nieuwe 1.4 turbomotor tegen. Dat is een doorontwikkeling van de 1.2 benzinemotor van Renault. Die hebben ze ook samen ontwikkeld en die levert in de A200 163 pk en 250 Nm. Dat blok dat kan je koppelen aan een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat met dubbele koppeling. En in dat laatste geval beschikt de motor ook over cilinderuitschakeling. Hoger op de benzinelijst staat een 2 liter turbomotor en dat blok levert in de A250 224 pk en 350 Nm. Op de diesellijst komen we vooralsnog één blok tegen en dat is een 1.5 diesel, ook van de planken van Renault. En die levert 116 pk en 260 Nm. Op termijn, ja, er zit natuurlijk meer in het vat, waaronder een dikke AMG versie, maar daarover houdt Mercedes de lippen nog stijf op elkaar. Een zeer belangrijke auto dus voor Mercedes-Benz, maar dat is niet het enige compacte nieuws van Mercedes de komende jaren. Er komt een nieuwe CLA-klasse aan en voor het eerst krijgt die auto gezelschap van een A-klasse sedan. Die twee komen dus naast elkaar op de prijslijst van Mercedes te staan. En we weten dat Mercedes werkt aan een GLB-klasse. Dat is een meer crossover-achtige auto dan de GLA die we nu kennen. En wat er met die GLA gaat gebeuren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat deze vanaf mei bij de dealer staat.